is voor mij een nieuw begrip, zeg maar, om ook bewust met core- en krachttraining bezig te zijn. Wilma zei mij dat dat een belangrijk aandeel zou vormen voor de wintertraining. En, via Maarten Nijland kwam ik bij Bas. En dat bevalt erg goed om samen bezig te zijn. We maken weer uit dat die is. Sinds november zijn we gestart. En als je kijkt naar de indeling van de training, dan werkt van een stukje mobiliteit, stretching, kracht en core. We pakken eigenlijk alle fundamenten van het fysieke deel pakken we in haar programma. En met als hoofdreden vooral nu een stukje blessurepreventie. Gezien het feit dat ze eigenlijk onbekend is met het fitnessgedeelte buiten het seizoen om. Dus dat is echt een stap naar de Rabobank Lift Team een extra toegevoegde waarde wat er nu bij komt. Het was voor haar volledig nieuw om te werken binnen zo'n periodisering op fitnessvlak. Dus wat ze nu heeft gemerkt is dat de mobiliteit en stretchingverhaal al heel erg veel helpt in het herstel. Na het fietsen en voordat ze op de fiets stapt. Dus dat gevoel neemt ze nu heel erg goed mee. En qua krachttraining zijn we nu pas in een eerste fase. En ik denk dat we pas in de opkomende seizoenen, volgende seizoenen, daar meer profijt van kunnen gaan halen. Maar dat is de basis wat we nu hebben kunnen leggen. Core-training is veel meer onderdeel van mijn wekelijkse training. Dat was het eigenlijk totaal niet. En dagelijks de foamroller daarin gebruik, zeg maar, voor en na de training. En ook naast dat ik 1 tot 2 keer in de week bij Bas bezig ben, probeer ik ook 1 tot 2 keer in de week thuis de oefeningen trouw te doen. Push, 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 push. 10 seconden. 8. Kom aan, hoog, hoog. Zaten 5 plus, 4, 6. Ga door, ga door, ga door, ga door. Door, door.